Ja, de president van de Nobelcomité belde mij. Ik zat met mijn studenten op mijn kamer over onderzoek te praten. En ik dacht even van, god, wie stoort mij nou? Het was heel spannend om over dat onderzoek te praten. Maar toen ik hoorde dat aan de andere kant de voorzitter van het Nobelcomité aan de lijn was, toen heb ik de studenten toch maar even de gang opgestuurd. En ik was wel heel stil. En een beetje een shock, ja, mag ik wel zeggen. Want dat is toch wel? Wel heel bijzonder, ja. Ook geëmotioneerd. En toen vroeg hij van wat ik ervan vond. En toen zei ik van, ik ben heel stil. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Maar ik ben ook ongelooflijk vereerd, uiteraard. Uw naam circuleerde al een tijdje in het circuit rond. Had u dit totaal niet zien aankomen dan? Nou, je droomt er natuurlijk als wetenschapper wel eens over. En als je naam wel eens genoemd wordt. En ik heb natuurlijk wel eens eerder een prijs gewonnen. Dus mensen zeiden wel eens van, oh, dat is misschien wel een kans op. Maar in feite denk je daar niet zoveel over na. Want je moet je realiseren, er zijn tienduizenden goede chemici in de wereld die allemaal spannende dingen doen. Ja, en wij drieën, tezamen met die collega's uit Frankrijk en Amerika, hebben deze Nobelprijs nu gewonnen. Wat betekent dit voor uw carrière? Nou, dit is absoluut het hoogtepunt. Je moet je voorstellen, jarenlang werk je naar een gouden medaille op de Olympische Spelen. En dan haal je goud en je weet hoe moeilijk dat is met al die atleten over de hele wereld. Ja, en dat is absoluut fantastisch. En het is de kroon op mijn carrière. Is die carrière hiermee ook voltooid dan misschien? Nee, absoluut niet. Ik geniet elke dag van het onderzoek. We hebben een groot onderzoeksteam. Ik ga de komende jaren ook zeker door met onderzoek. We hebben nog fantastische dingen onder handen. En het is geweldig om hier aan de universiteit te zijn. U moet zich realiseren, ik sta hier op het bordes van het academiegebouw, waar ik ooit als prul studentje begon, begin 70 jaren. En hier ben ik gepromoveerd, hier ben ik geïnstalleerd als hoogleraar. En ik heb mijn hele leven hier gewerkt, bijna mijn hele leven, aan de Universiteit van Groningen. Als er niets boven Groningen gaat, dan kan ik dat alleen maar beamen. Ik ben echt trots op deze universiteit en ik vind het fantastisch om hier te zijn in Groningen.